Dit is het verhaal van de meest eigenaardige zusjes die ik ooit ben tegengekomen. De zusjes Gemini zijn namelijk helemaal tegengesteld. Mathilde is een goudeerlijk, maar stil meisje. Zo stil zelfs dat maar weinig mensen haar zien staan. Madeleine daarentegen is veel mondiger dan haar zus. En ze is lang niet zo goudeerlijk en kan erg gemeen zijn. Madeleine, die is van iemand anders. Nu niet meer. Jonathan. Jonathan! Arme Jonathan. Op zo'n jonge leeftijd je vader al kwijtraken. Mm-hmm. Het is toch best eng zo 's avonds in het woud. Er schijnen hier spoken rond te dwalen. Jij gelooft die spookverhalen over het woud toch niet? Ik moet hier echt niet een keer mee stoppen. Maar ja, Wat is dit voor vertoning? Mijn excuses dat ik zomaar jullie leven kom binnen me banjeren. Ik snap dat jullie... Het hoort eigenlijk niet. Hè? Ik ben de schrijver. Van wat? Hoe bedoel je van wat? Van wat? Van dit? Van dit? Dit hier, daar. Dat. Hij schrijft ons verhaal. Ja. Ik vertel jullie verhaal. Maar wat ik mis is een plot. Jullie. Mogen één wens. Voor deze ene keer. Een wens. Ja, één wens. Samen. Ja. Dan zal ik ervoor zorgen dat het goed komt. Alles wat jullie willen. Ja. Dat was hem eigenlijk wel. Ik. Oh, ja. En dat. Welterusten. Madeleine? Ja? Wat moeten we veranderen? Goud. We moeten heel veel goud krijgen. Of een man voor ons beiden. Moeten we niet iets belangrijks wensen? Iets minder egoïstisch? Egoïstisch? Mathilde, dit is ons verhaal. We kunnen wensen wat we maar willen. Nee, slaap goed. Slaap wel. Moesten we echt alles opruimen? Mam zei van wel. Alles. Madeleine! Moeten we niet iets belangrijks wensen? Het is leeg. Mathilde! Madeleine! Ik ga mee. Dag, pap!